De leden aangesloten bij de Bond Werknemersorganisatie EBS hebben per vandaag het werk landelijk neergelegd. Dit besluit is genomen tijdens de algemene ledenvergadering die vanmiddag is gehouden na het nieuws te hebben ontvangen dat bondsvoorzitter Marciano Hellings vanwege dringende redenen per vandaag is ontslagen. Hellings gaf onze redactie dit nieuws door dat de ALV heeft besloten het werk neer te leggen. Op de vraag waarom hij denkt dat dit besluit is genomen, zegt hij dat de directie een zaak tot nu toe niet kan bewijzen. Eigenlijk is het iets dat zich niet nu afspeelt hoor. Want als je het mij vraagt, valt er niets anders te concluderen dat dit een besluit is dat voortvloeit uit een stukje rancune. Dus het is niet iets dat zich nu afspeelt. Eigenlijk al een aantal maanden. En eigenlijk recentelijk, de afgelopen week, heeft zich eigenlijk een gek ding voorgedaan hoor. Waarbij ik door de directie tot verweer ben aangezet. Omdat er foto's op social media zouden circuleren en de directie eigenlijk zou hebben gezegd alsof ik informatie zou hebben doorgespeeld. Iets dat ze tot heden niet kunnen bewijzen. En dat is eigenlijk de oorzaak geweest om te zeggen van hey, vandaag hebben we het besluit genomen om de heer Hellings vanwege dringende redenen om met ons te laten sturen. Hellings geeft verder aan dat het bestuur nog intact is en dat zij de vergadering hebben geleid waarin is besloten dat het werk gelijk wordt neergelegd. De leden, de mensen die lid zijn van de OAS, die werkzaamheden uitvoeren bij de NVIWS, die werken niet. Dus het kassapersoneel, het technisch personeel, niemand werkt. Welk zijn moet de directie nemen uit dit besluit? Ik weet niet als de directie beseft waarmee ze bezig is. Maar het is iets dat eigenlijk al aan het opborrelen was, opkoken was. En eigenlijk een beetje haastarigheid van de directie heeft ertoe geleid dat eigenlijk dit besluit vandaag is genomen. De bond bij de EBS die aangesloten is bij de onlangs geproclameerde Unie van Assertieve Vakbonden, UFAF, en de resterende bonden die hierbij zijn aangesloten, zijn solidair met het besluit van de ALV.